Werknemers moeten makkelijker een mobieltje of laptop van de zaak kunnen krijgen. De regels die er nu voor gelden, moeten versoepeld worden. Maar omdat het geen extra geld mag kosten, moet het ten koste gaan van kerstpakketten of personeelsuitjes. Wat heeft u liever? Een mobieltje van de zaak of een kerstpakket ieder jaar? Ik geloof toch een mobieltje. Nee, kerstpakketten zijn inderdaad niet veel meer. Ja, ik heb op het ogenblik geen werk, dus het is moeilijk. Ik ben 58 jaar, dus ik heb dan liever een kerstpakket. Maar een mobieltje heb je van je eigen. Nou, liever een mobieltje van de zaak. Nou, liever een kerstpakket. Mobieltje van de zaak. Ik denk dat ik liever een mobieltje zou hebben. Een kerstpakket is vaak toch niet voor het uitkiezen. En een mobiel is echt van deze tijd, vind ik. En wat vindt u dan zo leuk aan een kerstpakket? Ja, wat erin zit, wat je krijgt, allerlei soorten cadeautjes. Ja, ik heb er wel één, maar goed. Of een alternatief, iets anders. En waarom heeft u liever een kerstpakket? Ja, die kan je weer aan arme mensen geven. Als je kijkt naar alle andere mensen om je heen ook die een kerstpakket krijgen, hebben ze allemaal zoiets van, wat moet ik ermee? Er zitten vaak dingen in die je of niet lust, of niet gebruikt, of niet drinkt. Dus dan kunnen ze dat denk ik beter besteden aan een mobieltje of iets. Het kerstpakket, dat mist u dan ook niet? Nee hoor, dat schaf ik dan zelf wel aan, als ik dat nodig heb. Oké, dank u wel.